Voor de ene kunnen ze niet snel genoeg dicht, voor de andere moeten we ze allemaal openhouden en moeten we zelfs nieuwe bouwen. Dit zei MR-voorzitter Jean-Louis Boucher enkele dagen geleden in de Zevende Dag. Nu al locaties aanduiden voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Met batterijen komen wij er niet. Bart, nieuwe kerncentrales bouwen, een goed idee? Ja, als we de huidige die we hebben zouden kunnen openhouden, dat lijkt mij al het betere idee. Nieuwe kerncentrales, zelfs al begin je die vandaag te bouwen, dan spreek je over 10, 15 jaar minimaal. Dus ja, maar we moeten dat is een niet de oplossing voor de crisis waar we nu in zitten. Ja, je kan dat. Hè. Er worden er 4 nu gebouwd in Europa, 4 zijn er in bouw, 24 gepland, China 150. Dus de nucleaire capaciteit wordt opgebouwd. Men verwacht dat die maal 3 zal gaan in de horizon 2050 in de wereld. Dus Duitsland, België zijn wel landen die echt wel tegen de stroom ingaan en er per se vanaf willen. Dat is gewoon dom. Ze moeten open blijven. Waarom is kernenergie de toekomst? Of is dat wat we nu nodig hebben? Omdat wij, en meneer Poetin heeft ons dat nog eens duidelijk gemaakt, we moeten af van die fossielen, ook voor het klimaat. Dus daar moeten we van weg. Dus we moeten zoveel mogelijk op elektriciteit gaan werken. Elektriciteit liefst niet opgewekt met gas of olie. Wind en dan zon. Heb je wind, zon en kernenergie als de meest beloftevolle technologieën voor de 21ste eeuw. Dat zegt ongeveer iedereen die er iets van kent. Meer nog, als morgen al onze wagens elektrisch rijden, onze industriële processen moeten elektrisch, dan gaat ons elektriciteitsverbruik maal 3 in de komende 15 jaar. Dat heeft Luminus berekend. Mm-hmm. Ja, iemand moet dat wel allemaal produceren. En als je dan vraagt, kan dat überhaupt zonder kernenergie? Dan zeggen de experten, dat kan gewoon niet. Het is fysiek onmogelijk. Je kan dat niet met wind en zon. En zelfs al zou je dat met wind en zon kunnen, dan heb je nog de eenvoudige waarheid dat het soms niet waait en de zon schijnt niet en dan heb je geen productie. Dus dan heb je nog altijd een alternatief nodig. En dan is kernenergie het beste dat de mens ooit heeft uitgevonden. Het is het veiligste, het properste, het zekerste en het goedkoopste. Maar daar is niet iedereen het over eens. Jeremy, waarom nee, maar dat zijn feiten. Ja, maar wacht dat even. Dat zijn gewoon de feiten. Je kan dat opzoeken in de world of data. Wat is de goedkoopste, veiligste, properste energiebron, en dan zie je, zon en kernenergie staan daar nummer 1 by far op al Jeremy, de rest. Waarom moeten we er dan vanaf? Omdat al een van die feiten niet blijkt te kloppen. En dat gaat vooral over het argument het goedkoopste. Wat we eigenlijk zien, is op dit moment dat we in de grootste energiecrisis zitten sinds de Tweede Wereldoorlog. En er zijn 3 dingen belangrijk. 1, ik denk dat niemand erover twijfelt, het licht moet aanblijven. 2, we moeten focus hebben op die betaalbaarheid van die facturen. En 3, we moeten die overgang doen naar groene klimaatneutrale energie, elektriciteit. Dat is de grote uitdaging die er vandaag ligt. En wat zien we? We hebben 20 jaar eigenlijk stilgestaan. We hebben 20 jaar niet voorbereid wat er zou op ons afkomen. En we zitten nu met een verouderd park van nucleaire reactoren, kernreactoren, een verouderd energieaanbod die er is. En we zitten hopeloos achter als het gaat over onze omslag naar hernieuwbare energie. We zitten nu met een federale regering die beslist heeft, want ik hoor je zeggen, ja, voor sommigen kunnen ze niet zo snel mogelijk dicht. We houden er 2 open. Mm-hmm. We zijn die onderhandelingen op dit moment aan het voeren om 2 reactoren open te houden. We hebben nog 5 anderen. Mm-hmm. We hebben nog 5 anderen waarvoor duidelijk is, 1, we hebben geen enkel idee wat de kostprijs is om die open te houden. Hoe komt dat? Ja. Er zijn juridisch, ja, omdat er in 2018, 2019 niks gebeurt. We weten niet hoeveel het gaat kosten. We hebben een internationale regelgeving. Geen regelgeving die België beslist. Internationale regelgeving rond nucleaire veiligheid. Waar wij vooral duidelijk, en ik hoop dat we het daarover eens zijn, meneer De Wever, niet gaan meespelen. Dus dat zijn 2 argumenten waarom het gewoon onrealistisch is op dit moment. Maar vooral die kostprijs. En ook kwalijk is om mensen wijs te maken dat we nu van de ene dag op de andere dag kunnen zeggen we gaan er meer open houden. Er is recent de eerste reactor in België is gesloten, doel 2. Spijtig genoeg, ja. Een week voordat die dicht is, is de vraag gesteld aan het VANK. Wij hadden die vraag van onze minister Tine van der Straten 6 maanden geleden al gesteld. Voor de zomer hadden wij gevraagd aan het VANK, dat is de organisatie die onze nucleaire veiligheid controleert, die hebben gevraagd, kunnen we die eventueel tot over de winter openhouden? Het antwoord was daarop heel duidelijk. Als we de internationale veiligheidsnormen willen respecteren, dan kan dat niet. En dat is inderdaad, en daar zijn we het over eens, veel te laat aan begonnen. U zat in de regering hiervoor. Het was inderdaad doel 3. U zat in de regering hiervoor. En er is op geen enkele manier iets voorbereid. Goed, maar voor mij gaat het niet over wat we voorbereiden. Op dat moment konden we nucleair voorbereiden of konden we hernieuwbaar voorbereiden. Er is geen van beide gebeurd. Maar, en nu zien we, en daarmee sluit ik af, nucleair is duur, hernieuwbaar is goedkoper. De enige energievorm, de enige technologie die goedkoper wordt in de komende jaren, is hernieuwbare energie. Maar waarom is het flauwekul? Ten eerste de prijs. Als je ziet, Frankrijk haalt 70% van zijn elektriciteit uit kernenergie. Die kost de helft van de Duitse factuur waar men per se van die kernenergie
af wil. Kernenergie is goedkoop als je de centrales de volle levensduur geeft. En in Amerika gaat men de centrales van dit type, deze generatie kerncentrales, houdt men nu al 80 jaar open. Men spreekt van 100 jaar. Maar mensen snappen dat allemaal niet goed. Hè? Waarom moeten die dan dicht? Ja, dat snapt niemand natuurlijk. Hè? Waarom kunnen centrales die van Borselen... Veilig? In Nederland is vlak over de grens. Die is van 73. Die is nog ouder dan de onze. En die gaan ze gewoon probleemloos verlengen. Maar die van ons, dat kan niet. Waarom? Omdat u dat niet wil. En omdat u die in die onderhandelingen met Engie met de voeten sleept. Deadline na deadline wordt verschoven. En op de duur is er dan geen brandstof besteld. En dan moeten die centrales inderdaad dicht, want dan kan je die niet veilig openhouden. Dus u, met Groen, u bent daarin heel consequent. Altijd het verkeerde standpunt gehad tegen kernenergie. En via aan de ruiters altijd voor geweest. De rest tussen ons, die flippen en die floppen, daar hebt u gelijk in. Dus we hebben nooit een consequent beleid gehad, omdat de rest flipt en flopt. Tijdens de Zweedse waren ze helaas voor mij aan het flippen. En nu zijn ze weer allemaal aan het floppen naar pro-kernenergie. Maar als die, maar dat is een beetje too little, too late. Maar daar heeft u wel gelijk in. Als we het niet doen met die kernenergie, wat zijn dan de alternatieven? Maar het is heel duidelijk. Als we onze huidige kerncentrales sluiten, dan moeten we dat verlies aan energie toch compenseren. Beslist, hebben beslist dat we op dit moment willen twee reactoren verlengen om die overslag van wat we vandaag hebben naar die hernieuwbare energie, om dat op een elegante en goede manier te doen. Oké, maar als we die twee... Wanneer zal dat gebeuren? Meneer De Wever, gooi het allemaal op een hoopje. Laat ons dan eerst maar wacht even, als we die twee open houden en we vullen dat aan met wind en zon, komen we er dan? We komen er in de eerste fase dan. Maar we doen, wat gebeurt er dan? Hoe vullen we dat dan aan? Het is heel duidelijk. Hoe vullen we dat dan aan? Er liggen scenario's op tafel dat wij perfect naar 100% hernieuwbare energie kunnen gaan in 2050. In tussentijd, hoe vullen we dat gat op? Door wat we vandaag hebben. We hebben vandaag ons huidig energieaanbod nog veel meer overslag naar hernieuwbare energie. Op dit moment... Nee, maar dan gaan we overschakelen op gas en fossiele brandstoffen voorbeeld voor een stuk. Windturbines. We zijn... vermenigvuldiging van het aantal windcentrales op zee aan het doen. We gaan naar 3,5 capaciteit van 3,5 kerncentrales die op zee staan. Capaciteit, maar weet je wat er op dat moment het probleem is? Geen rendementen. Meneer De Wever, wat er vandaag het probleem is, dat die windenergie op zee opgenomen wordt, maar dat die niet aan land wordt gebracht. De Vlaamse regering, waar u de bevoegde minister heeft, project Ventilus, de stekker om de windenergie van op zee op land te steken, wordt niet goed gekeurd. Maar ligt al 2 jaar bent u tegen windenergie op zee? Maar nee, natuurlijk niet. En die offshore wind moeten we zeker doen. Maar waar blijft het? Maar zelfs zet je heel de zee vol windmolens. Er zijn nog dagen dat het niet waait en dan heb je nul. Dit waait ook niet heel het jaar door. Dus je hebt een vaste baseload nodig van stuurbare energie. En dat is kernenergie. En de waarheid is, en dat weet u heel goed, maar u verzwijgt dat, dat u gascentrales zal bouwen, dat u die massaal moet subsidiëren voor miljarden, dat de prijzen daardoor zullen stijgen en dat we het enige land in Europa zijn waar de energieproductie vuiler wordt. U moet niet neerknikken, want dit zijn feiten. Dit is zelfs al onontwijkbaar door het beleid van uw minister. Wij gaan gascentrales moeten bouwen. Wij gaan onze CO2-uitstoot verhogen in de horizon 2030. U moet niet neerknikken, dat zijn de feiten. Worden de prijzen daardoor zullen stijgen en wij blijven afhankelijk van de leveranciers van fossiele brandstoffen, zoals daar zijn, meneer Poetin, en zoals daar zijn de landen van het Midden-Oosten. Dit is gewoon crazy. Dat is absoluut niet wat de realiteit is, meneer De Wever, dat we nu aan het doen zijn wat u had aangekondigd, wat in uw programma stond in 2018 en 2019. U heeft toen gezegd, 1, we gaan die kernuitstap herbevestigen. En 2, we gaan gascentrales bouwen. Dat stond in uw programma. Ik zie de affiches nog, de krantenartikels nog staan. Herbevestigen. N-VA strijdt ten volle voor nieuwe gascentrales. Heeft dat in de krant gestaan of niet? Dat kan niet anders niet meer. Heeft dat in de krant gestaan in 2019 of niet? Dat kan niet anders niet meer. En nu zegt u dat het een schande is dat er gascentrales zouden gebouwd worden. Maar ik zeg niet dat het een schande is. Ik zeg het is onontwijkbaar geworden. Om het niet te moeten doen, hebben wij in maart van dit jaar beslist met de federale regering om 2 kernreactoren langer open te houden. Dat is om te vermijden. Wanneer gaat dat nu eindelijk gebeuren? Dat is om te vermijden dat er extra gascentrales gaan komen. En wanneer gaat dat nu eindelijk gebeuren? Wij zijn die onderhandelingen aan het doen, meneer De Wever. En u zou na 20 jaar politieke ervaring moeten weten dat onderhandelingen met een bedrijf als Engie niet in een studio gebeuren. Nu even, laten we even naar Hetti gaan, want Hetti, jij bent wetenschapper. Sorry, Bart. Je bent wetenschapper. Klopt het? Kunnen we met wind en zon verder en zonder kernenergie? Of wat moeten we doen? Op korte termijn, heel veel klimaatwetenschappers zeggen, als wij die klimaatdoelstellingen op korte termijn willen halen, dan kunnen we niet onder kernenergie uit. Wind, water, zon, fantastisch, maar die zijn momenteel niet sterk en niet voldoende genoeg. We hebben daar een goede, krachtige, propere energiebron. We gaan die even nog nodig hebben om die omslag te maken. Nu, er is ook... Zelfs Greta Thunberg heeft dat begrepen. Wat zegt u? Zelfs Greta Thunberg heeft dat begrepen. Ja, hebben ze. Maar dat is ook net wat we aan het doen zijn, natuurlijk. Laat ons even kijken naar haar.
But for the climate issue, are the nuclear power plants the better choice for the time being now? It depends. If we have them already running, I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal. Ja, Jeremy, Greta zegt het ook. Maar dat... ik ken ze niet persoonlijk. Exact wat de Duitse groenen aan doen. Kolencentrale, bruinkoolcentrale, ja, die moeten nu geopend worden. Maar Greta Thunberg heeft gelijk. Dat is dramatisch. Greta Thunberg heeft gelijk, meneer De Wever. Mm-hmm. En dat is wat wij aan het doen zijn. Ik kan vaststellen nu, dus en u kan het pijnlijk vinden of dus niet. Dus debat over alle kerncentrales is dan te hoop. Alle reactoren. Meneer De Wever, we hebben er nog zes. Meneer De Wever, misschien moeten we gewoon elkaar ook laten spreken. Ik denk, we zitten in de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zou goed zijn als mensen na dit debat van u weten waar u voor staat en weten waar ik voor sta en dat u niet constant moet onderbreken. Ja. Toch eventjes meegeven. Wij, denk ik, meneer De Wever, ik hoop dat we het daarover eens zijn, zijn op dit moment de onderhandelingen aan het voeren om 2 reactoren te verlengen. Dat is meer doen voor kernenergie dan wat u in de hele geschiedenis van uw partij al heeft gedaan. Dat is ook al niet juist, want wij hebben 2 reactoren verlengd. U praat daarover, zogezegd, ergens in Parijs. Ik weet niet waar. Meneer De Wever, u weet ook dat die brandstof 2 jaar vandaag, op voorhand moet besteld worden. Ik garandeer hier vandaag dat die reactoren zullen verlengd worden. Je garandeert dat hier nu? Meneer De Wever, die zullen verlengd worden. Ja, wij zijn het gesprek aan het voeren met Engie. En als die gesprekken met Engie zo moeilijk lopen dat Engie de Belgische staat wil chanteren, wij zullen ons niet laten chanteren door Rusland, maar ook niet door misschien Engie. Heb die in dus zetel is... gezeten. Misschien dus... heb de Engie in een zetel gezeten. Dat is die onderhandeling. Nee, zou dat niet kunnen? Kijk, dus zou dat niet hier kunnen? Even, kan er iemand hier even... wil ik wel even op reageren. Meneer De Wever zegt, u heeft Engie in een zetel dat gezet. Dat denk ik wel, weet u, weet u, meneer De Wever, wie Engie in een zetel gezegd heeft? Mm-hmm. Een federale regering in 2018, 2019, waar u toe behoort, die gezegd heeft, we gaan die kernuitstap doen. We hebben een akkoord Engie, gemaakt voor verlenging. Engie, we hebben u niet nodig. Maar en een akkoord gemaakt voor verlenging. De realiteit is, meneer De Wever, dat u zegt, ja, maar ik was daartegen, de rest was daarvoor. Kan er iemand even uitleggen, want ik denk dat veel mensen dat niet snappen. Van wie is die kerncentrale eigenlijk? Die is van Frankrijk. Dat is een Frans overheidsbedrijf. Ik ben nog gaan betogen in de jaren 1980, god beter, begin jaren 90, tegen de uitverkoop van de Belgische energiesector aan Frankrijk. Mm-hmm. Dus onze centen worden nu in Parijs geteld. Dus oké, wij hebben die heel simpel gezegd, die kerncentrales verkocht. De kassa aan de die staat in Parijs en die kassa, ja, die kassa die rinkelt. En die hebben natuurlijk nu wel door dat ze ons helemaal hebben wat ze ons willen hebben. Want we zijn totaal van hun afhankelijk. De Groenen hebben altijd geen kernenergie. We moeten nu komen smeken om die twee jongste centrales open. We zullen niet smeken, meneer Zo, De Wever. Kerncentrale, als ik ook even iets mag zeggen, dat is geen pollenwinkel. Je moet daar 2 jaar op voor een brandstof voor bestellen. Dat wil zeggen, eind dit jaar, als je geen akkoord hebt, gaan die in 25 uit. En niemand die kan garanderen, ook mevrouw Van der Straten niet, dat we dan het licht nog kunnen aanhouden. Want die produceren allemaal samen altijd meer dan de helft van al onze elektriciteit. Zon en wind tot heden, en in tegenstelling tot wat u zegt, zijn we koploper in Vlaanderen. We staan in de top 5 voor zon en wind, pro rata. We staan absoluut in de top. Samen 6% van ons volledige energieverbruik. Maar als jullie het over de basis eens zijn, ja, we hebben kernenergie nodig, ja, ook zon en wind, waarom maken wij daar dan zo'n warboel van? Wij hebben toch meer recht als burgers op een deftig beleid daarin. Omdat ik denk dat we het daar niet over eens zijn en dat we een minister hebben die over kernenergie wat zegt. Ja, maar er zijn 20.000 doden gevallen bij Fukushima. Dat is totaal gelogen. De projecties die ze rond hernieuwbare energie die u altijd in, die zijn totaal niet realistisch. Jullie zeggen nu de 2 jongste centrales, maar je doet er niks aan. Je komt niet tot resultaat. Zeg dan gewoon eerlijk, wij zijn tegen kernenergie. Maar zeg dat tegen gewoon eerlijk. Wij geloven niet dat nieuwe kerncentrales het antwoord zullen zijn op onze energie. Nu zijn we. Nieuwe kerncentrales, inderdaad. Ja, maar er zijn bijvoorbeeld... Ik zou dat graag ook wel eventjes toelichten. Omdat er op dit moment geen enkel economisch model is die bewijst dat een private investeerder daarin wil investeren. Twee, dat dat rendabel is. Maar er worden omdat er technologie maar er zijn ook bestaat. Evoluties. Er zijn massa's gebouwd. Ja, dus er is zo een nieuw type, er is een nieuw type in Engeland. Kerncentrale bezocht in Engeland die in aanbouw is. Hinkley Point, 25 miljard kosten. Wij hebben de helft van dat bedrag al in zonne-energie gestoken. De helft van dat bedrag, hè, voor totaal zon en wind, ik zeg het nog eens, 6%. Hinkley Point alleen kan alleen heel doel 1, 2, 3 en 4 vervangen. Dus waar zijn wij mee bezig? Nee, weet je waar, hoe durft we u dat zeggen? Zijn? Er wordt enorm veel kerncentrales in de wereld gebouwd. En die technologie voor die nieuwe centrales, die nieuwe generatie, staat niet op punt. Wat zegt mevrouw Van der Straten? Zijn PowerPoint-centrales. Zij gelooft blijkbaar niet in innovatie. Ze zegt misschien in 2080. Iedereen gaat er vanuit 2030, 2040. Waarom gelooft u daar niet in innovatie? Wat is trouwens uw alternatief als het de zon niet schijnt en het waait niet, de donkelflauten? Waar gaat u die energie halen? Uit gascentrales. Zeg het eerlijk. Waterstof. Uit waterstof. Uit batterijopslag.
Ja, nu weet ik, kan ermee lachen. En van waar gaat die waterstof komen? Wie gaat die maken? Ik geloof wel in technologie. Van waar gaat die waterstof komen? Ik geloof wel in technologie. Dus waterstof, geen kernenergie, waterstof. Van waar gaat die komen? Meneer De Wever vertelt over de 25 miljard van de kerncentrale in Engeland. Hinkley Point. Wat u niet vertelt, meneer De Wever, is die hele kost die daar niet in berekend zit. De ontmanteling van die kerncentrale. Het opslag van het afval. 150 jaar het beheer daarvan. Voor afval is er ook een oplossing. Hè? Maar er zijn geologische berging... Die geld kost. Ja, uiteraard. Dus, maar die wel maar veilig. Dus als u spreekt over die 25 miljard, doet u alsof dat peanuts zijn. Het gaat over tientallen miljarden, meneer De Wever. Dat is en er is geen enkele private investeerder, verzekeraar, die dat soort risico's wil aangaan. Terwijl we een hele energiesector hebben die massaal wil investeren in batterijopslag, in hernieuwbare energie, in zon en wind. Maar gaan we het daarmee en die gaan, doen? Tuurlijk gaan de zon en wind gaan we doen. Op lange termijn gaan we daar... Wat zeg je? Ja, maar... Op lange termijn? Maar wat is die termijn? En wat doen we in de tussentijd? We verlengen twee reactoren. Ruzie maken in plaats van met twee reactoren gaat je dat allemaal oplossen. En de rest is... Maar ik ben het ja. daarmee eens. Ik vind dat het ook onze plicht is als politici om daarop te antwoorden op die fundamentele kritiek. Waarom zetten we niet de volgende stap vooruit? Ja, en weet u waarom dat is? Omdat ik mij graag op de feiten wil baseren. En voor ons zijn er geen taboes. Maar uw regering geeft 100 miljoen aan onderzoek naar die nieuwe centrale meer dan die de vorige je nooit regering. Wil bouwen. Meer dan de vorige regering. Maar wat is voor u dan de stap vooruit? Maar ik wil ze wel bouwen. Als er, nu weer wel. Maar als er kerntechnologie is, daar heb maar ik het over. Maar ik heb net gezegd niet. Als er kerntechnologie is, die economisch rendabel is, die een antwoord formuleert op het afval en die veilig zijn, dan gaan wij die bouwen. Maar je hebt net gezegd dat je daar niet in gelooft. Op de huidige technologie, meneer De Wever, van de huidige centrales, geloven wij niet dat die een structureel antwoord zijn. Maar dat is een van de meest innovatieve sectoren die absoluut, er is. Iedereen absoluut. Gelooft daarin. Bill Gates schrijft daar boeken over. Zegt, en we zijn dit is de toekomst. Maar en nu zegt net, dat is de toekomst niet. De toekomst is zon, wind en waterstof, heb ik u horen zeggen. En dan vraag ik u, van waar gaat al die waterstof komen? Wie gaat die maken voor ons? Maar wat is het grootste probleem om op lange termijn buiten de kost dan op die kernenergie in te zetten? Maar dat is voor mij het fundamentele probleem. Omdat ik heb daarnet gezegd... Nee, maar het gaat ook over veiligheid. Maar is dat een argument, Hetty? We denken natuurlijk aan de kernrampen van Fukushima en Tsjernobyl. Maar goed, die voldeden niet aan de veiligheidseisen die wij hier in België en in Europa hebben. Dus het is een zeer veilige technologie. Dat afval ook. Mensen stellen zich daar de waanzinnige bergen bij voor. Maar hoe groot is die hoop afval die we nu hebben, bijvoorbeeld? Dat gaat over ongeveer 60 ton per jaar. Nu, dat is voor mij een debat. Eigenlijk moeten we dat uit elkaar trekken. We hebben al een gigantische hoop afval van de voorbije decennia. Die moet sowieso geborgen worden. Ja, maar dus ik dat bedoel, debat over is dat, die afval zijn dat moet 10 voetbalvelden groot? Of moeten we ons dat voorstellen? Het is per jaar ongeveer 1 kubieke meter. Dus 1 op 1 van 1 kernreactor. 1 kub per jaar. Ja. Maar dus alle hoogradioactief afval van 100 jaar productie kun je in een bunker van 16 op 16 meter opslaan. Je moet eens kijken wat wij moeten doen van milieuschade om al die windmolens te maken, al dat staal te maken. Waar komen de zonnepanelen terecht na het einde van je leven? Spreek toch niet over de afvalproblematiek. Daar verbleekt kernenergie. Verbleekt kernenergie in vergelijking met hernieuwbaar. De nieuwe kernreactoren denken er ook aan om het afval van de oude opnieuw als brandstof te gebruiken. Maar je gelooft daar blijkbaar niet. Moet je niet alleen de innovatieblaadjes lezen van de nucleaire sector? Er zijn op dit moment windturbines die 100% recycleerbaar zijn. Maar ik ben maar pro. Jeremy, is het niet zo? En we ik ben gaan pro? Dus in een tussenfase naar die mix gaan. Alleen geloof ik, en sorry dat het mij bezighoudt wat de factuur is voor en de consument en de belastingbetaler ook binnen 20, 30, 40, 50 jaar. Ik zou het graag aan mijn dochters uitleggen waarom ze welke belastingen betalen. Maar dat is en dus geloof. Lig ik daarvan wakker? Nee. Je zegt, ik geloof dat. Dan moet dat toch bijna religie zijn. Want elke wetenschapper moment, spreekt dat tegen. Maar wetenschappelijk kan u één iets zeggen. Maar economisch is het heel erg duidelijk dat op dit moment de kostprijs, de enige energie die in productie goedkoper wordt, en we kunnen daar van alles over toeteren, is hernieuwbare energie. Maar ik kan u zo'n vraag stellen. U bent 20 jaar bezig. Er is 20 jaar niks gebeurd. U vond het in 2018, 2019 nodig om uit de regering te stappen voor het Marrakesh-pakt. Mm. Weet iemand nog wel het Marrakesh-pakt is? Denk dat wel. Maar u vond het niet nodig. U vond het niet nodig om uit de regering te stappen over die kernuitstap. Meneer De Wever, het enige wat ik zie inderdaad... Ik zeg het nog eens, we centrales kunnen... Het enige wat ik zie is net de schuld van waar we vandaag staan. U heeft zelf geflipflopt. U heeft tot 1909 gelopen in de omslag. En daarna heeft u gezegd... Oh, kijk, we weten het niet meer. Nee, we gaan nu iets anders doen. Kom. We zitten in oppositie. We kunnen moeten elkaar respecteren. Jullie zijn altijd consequent tegen geweest. Wij zijn altijd consequent pro geweest. Het probleem is, het is nooit eensgezindheid, omdat de rest continu van standpunt verandert. En dus het Belgisch energieverhaal is een rap. Daar zijn we het zelf daar zijn we over eens. Maar, daar ben ik het al helemaal niet mee eens. De Wever, maar ik ga u een... Ik wil u één vraag stellen. Het elektriciteitsverbruik, horizon 2045, moet verdriedubbelen.
verdriedubbelen. Als we allemaal elektrisch willen rijden, onze industrieel processen op elektriciteit. Gelooft u nu echt, want u spreekt over geloof, dat zon, wind en waterstof dat kunnen op 15 jaar? Gelooft je dat? Die stappen worden gezet. Hè. En wij maar, zeggen net zelf dat nucleair... Dat is geen antwoord op mijn vraag. Lever, gelooft u dat die technologie waar u achter staat, en ik ook trouwens, ook waterstof, hè, maar gelooft u dat we daarmee gaan redden? De Wever, ja, maar ja of nee, dat is toch een eenvoudige vraag. Ik ben al 20 minuten aan het zeggen dat klopt voor ons... Klopt uw programma, ja of nee? Ik ben al 20 minuten aan het zeggen, ik hoop dat hier een aantal mensen dat kunnen getuigen, dat voor ons de komende 15 jaar... De komende 10 jaar, de verlenging van 25 tot 35... Twee centrales. Dat die twee centrales... Daar gaan we het mee oplossen. Omdat, centrales. Meneer De Wever, het onbetaalbaar is en juridisch onhaalbaar is om die andere te gaan uitbreiden. Frankrijk en ik zou graag zeggen, het tegen. Ik zou graag zeggen... Frankrijk bewijst het tegen. Wat de realiteit is... Beste uitstoot, nee, maar goedkoopste elektriciteit. Dit klopt gewoon niet, meneer De Wever. Op dit moment zijn er meer dan 50 reactoren in Frankrijk. In onderhoud. Kijk eventjes naar de wetenschap. Meer dan de helft liggen stil op dit moment. Ze zijn in onderhoud, dat klopt. Meer dan de helft liggen stil. Dus weet achterstand in onderhoud, moet winter, voldoende investeren. Als we de komende winter elektriciteit produceren in gascentrales, weet je waar die elektriciteit naartoe gaat? Naar de gefaalde nucleaire centrales in Frankrijk. De curve dat van Frankrijk, de elektriciteitsproductie nucleaire energie gezien. En de huidige centrales zij zijn het juist. Onbetrouwbaar en onbetaalbaar. En wij doen alles om die twee centrales te verlengen. We gaan dat ook doen. Je mag geen leugens vertellen. Dat een nucleaire centrale ligt statistisch. Ik vind trouwens ook statistisch. Niet dat u mij als een leugenaar bestaat. Ja, je ligt. Nee, kan je anders zeggen? Een nucleaire centrale ligt statistisch op haar hele leven 4% stil. Dat is het minste van alle elektriciteitsvormen die we hebben. Het minste van allemaal. Het is de meest betrouwbare productie van energie die je kunt hebben. Dag en nacht draaien die en leveren die elektriciteit. Weet u wat het grootste probleem is? Het gaat niet over de inhoud. U heeft mij hier nu een leugenaar genoemd. Ja, sorry, u heeft minister, u heeft minister Van der Straten incompetent omgekocht ik genoemd. Ik heb niet gezegd dat hij incompetent is. U heeft al tegen is. Collega voorzitter als zegt gezegd... U moet dat op uw knieën zitten in Fukushima, en Fukushima 20.000 doden zijn gevallen. Dat soort uitspraken, 20.000 doden, zijn leugens. Dat zijn leugens. Is gewoon vulgair. Dat zijn leugens. En als ik kijk naar mijn dochters, die op dit moment misschien zitten te kijken... Ze zijn eigenlijk te jong om te kijken... Maar die zich afvragen hoe gaan we onze energiezekerheid garanderen in de toekomst. Ja, niet hoe gaan we zorgen fantasie. Dat het betaalbaar is en dat we een antwoord baseren op de klimaatuitdaging. Dan verwachten die niet vulgaire, platte opmerkingen als u bent een leugenaar. Sorry, de Wever, jullie vertellen daarover fantasie. Meer dan dat. Okay. En fantasie. De energiecrisis verdient meer dat is dan dat. Fantasie. En wij zullen blijven werken jullie op basis van feiten. Programma is fantasie. Zonder en over het nucleaire vertellen jullie leugens. Maar die 20.000 doden van Fukushima, dat is een echte leugen. Dus door de maar kerncentrale ik in Fukushima wel geteld één dat? Dode geval. Dat stond inderdaad op de Facebook van uw eigen minister. Kijk het na. Zij associeert de nucleaire centrale van Fukushima met 20.000 doden. Die zijn gevallen door de tsunami. U beschuldigt mij van iets dat ik niet gezegd heb. Okay. Ja, kijk het maar na. Doe een fact check. Ja, Thomas, hoe moeten we het oplossen? Ja, ik vind het een gezellige avond. Ik denk dat we met z'n allen... misschien wat er allemaal de laatste jaren is gebeurd en wat er nu duidelijk wordt met Rusland. Dat we redelijk laat zijn met een aantal aanpassingen. Dat we het misschien anders hadden moeten indelen, maar dat we nu moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus er moeten een aantal kerncentrales open blijven. En uiteindelijk moeten we en willen we allemaal naar een schone toekomst. Ik denk dat we met z'n allen die kant op willen. En ik begrijp ook niet waarom het ook eigenlijk komt dat dat zo'n politiek probleem is en niet een louter wetenschappelijk probleem. Het is een ideologisch probleem. Maar ik denk en dat is eigenlijk een beetje... Maar hier is niks ideologisch aan. Ja, maar ik denk dat mensen die de discussie vanavond bekijken hier op televisie, die zien weer dat partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. En eigenlijk willen we met z'n allen één ding. En dat is dat we willen leven op een gezonde planeet voor onze kinderen en de kinderen daarna. Dus we hebben allemaal hetzelfde doel. Dus ja, kom bij elkaar. Los maar laat ons ook vooral toch beroep doen en heel erg luisteren naar de wetenschap. Hoe groot is de kans vergroot dat jullie samen in de volgende regering zitten? Ik denk dat die vanavond gezakt is. Gezakt. Maar jij zat al op één, dus... Kunnen we het daar even over hebben? Want dat is wel de essentie. Heel kort, want Erik van Looy wordt heel boos. Als we op voorhand bij het begin van een uitzending zeggen het is onmogelijk om met elkaar samenwerken, dat toont net het failliet van de politiek van de voorbije decennia. Maar het is gemakkelijk Ik zit hier niet te vragen om samen te werken, maar laat ons inderdaad naar de feiten kijken. Ja, de dialoog laat ons op basis houden. Van cijfers kijken. En ik snap dat en laat ons kijken zijn. Hoe we echt oplossingen momenteel geven. Momenteel staan alle andere partijen op mijn standpunten. Dus eigenlijk is het niet moeilijk om het door te drukken. Jullie staan helemaal alleen. Absoluut. Op dit moment. Maar je ziet spijtig genoeg in de regering en je hebt de verantwoordelijke minister. En ik zie mensen die zich wel op cijfers willen baseren. En ik helemaal alleen. Ga het woord geven aan Erik van Looy. Dankjewel. Bart De Wever, Jeremy van Eekhout. Dankjewel.